Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wat wolkenvelden over Nederland. Er zijn ook nog wel gaten in dat wolkendek. En dat betekent dat de zon vanochtend af en toe schijnt. Maar van het westen uit neemt de bewolking wel toe en aan het eind van de ochtend begint het in het westen langzaam wat te regenen. En vanmiddag zien we dan op veel meer plaatsen nattigheid en heeft de zon vrijwel geen ruimte meer. Temperaturen lopen op naar zo'n 11 tot 13 graden en de wind trekt aan. Uit het zuidwesten waait het bij zeekrachtig met windkracht 6. Ook vanavond nog vrij veel wind met een wisselend bewolkt beeld. De meeste buien trekken langzaam weg. Het wordt geleidelijk wat droger en hier en daar is dus wat vaker de opklaringen erbij. Temperaturen vanavond een graad of 8. Dan naar morgen wisselvallig weer met stevige buien, vooral in het noorden. Daar kan onweer bij zitten. Tussen de buien door af en toe een beetje zon. Maar de buien zijn toch echt talrijk en het wordt maximaal 10 graden. Nog steeds vrij veel wind. Het wordt vrijdag langzaam wat rustiger. Minder buien, minder wind en meer ruimte voor zon tussendoor. En de temperatuur wint ook weer iets. Want vrijdag worden het 12 graden. Zaterdag en zondag nog wat hogere temperaturen. Zondag lokaal misschien weer 15 graden. Maar het blijft wel licht wisselvallig met een buienkans en af en toe wat zon. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.